Aan de Leuvehaven, de eerste gegraven zeehaven van Rotterdam, staat het Maritiem Museum. Het beroemde beeld van Zadkin moest eerst wel 150 meter verplaatst worden om ruimte te maken voor het splinternieuwe gebouw. In het museum wordt ook gewerkt aan de reconstructie van een 2000 jaar oud Romeins rivierschip. De resten zijn gevonden bij Zwammerdam en worden met behulp van een plattegrond als een legpuzzel in elkaar gezet. Met een periscoop kan het publiek de Leuvehaven bekijken, waar nu 20 verschillende binnenvaart- en zeeschepen liggen. Dat was 25 jaar geleden. Welkom in het Maritiem Museum Rotterdam van vandaag. Midden in het bruisende hart van Rotterdam vindt u het Maritiem Museum. Opgericht in 1874 en daarmee het oudste scheepvaartmuseum van Nederland. De indrukwekkende collectie behoort tot de top van maritieme collecties in de wereld. De basis hiervan werd al in 1852 gelegd door prins Hendrik de Zeevaarder en telt nu meer dan 500.000 objecten. Sinds de vestiging van het museum aan de Leuvehaven in 1986 heeft het museum een enorme groei gekend, is de collectie uitgebreid met unieke objecten en beheert het museum de collectie van Ned Lloyd. De collectie van het Maritiem Museum, daarvan is de basis al in 1852 gelegd. Dus het is echt een hele oude collectie waarin dus ook hele oude en topstukken aanwezig zijn. Ja, waarom is die collectie zo uniek? Omdat er echt unieke stukken in zitten. Dus stukken waarvan er maar één of misschien maar een paar van in de wereld zijn. Dat is natuurlijk heel bijzonder wanneer wij die verzamelen, dat we die bewaren. En wat er verder zo uniek aan de collectie is, dat er zo ontzettend veel voorwerpen in zitten met zulke prachtige, ontroerende verhalen uit de maritieme geschiedenis van Nederland, dat we daar ontzettend veel mee kunnen vertellen. Sinds de verhuizing in 1986 is het museum blijven groeien. In 2004 is er een extra vleugel aangebouwd. In 2008 is museumschip De Buffel volledig gerenoveerd. En in 2010 is de entreehal verbouwd. Door de verhuizing zijn ook de bezoekersaantallen verveelvoudigd. Het vond plaats in een tijd waarin het museumbezoek in Nederland enorm in beweging was. Educatie, schoolbezoek was groeiende. En de oude behuizing die wij hadden, die was daar volstrekt niet op ingericht. En dit gebouw is er speciaal op ontworpen en dat gaf een enorme boost in het bezoek. We hebben over een periode van bijna 140 jaar tegen de 6 miljoen bezoekers binnen ons gebouw gehad. In de gebouwen over die tijd. En dit gebouw, de laatste 25 jaar, hebben we daarvan bijna 60% gerealiseerd. Dus dat geeft wel aan wat voor enorme betekenis dit gebouw voor onze ontwikkeling heeft gehad. Meer mensen dus en ook veel meer jeugd- en schoolbezoeken dan voor de verhuizing. En we zijn er vooral trots op dat wij ons ontwikkeld hebben tot het familiemuseum van Rotterdam, waar drie generaties, te beginnen bij kleine kinderen met hun ouders, maar ook zeker de combinatie kleinkind-grootouder, ja, de weg naar ons museum kunnen vinden. En al die verschillende mensen hebben zo hun eigen favorieten in het museum. Ik vind altijd heel leuk de oude scheepsmodellen, de havengezichten, de maquettes. De cartografie, de ontwikkeling van de kaarten. Ik vond de beroepen heel erg leuk. Ook heel leuk voor kinderen gebracht, dus de havenberoepen en de vragen erbij, dat vond ik heel erg leuk. Bij de interactieve kinderdoetentoonstelling Professor Plons leren kinderen van 4 tot 10 jaar spelenderwijs alles over scheepvaart en de Rotterdamse haven. De collectie in het museum is er één om trots op te zijn. Ik vind het heel erg leuk om jullie een van onze topstukken te laten zien. Dat is deze kaart van China uit de zogenoemde Corpus Christi collectie. Ik zal de naam even uitleggen. Het is een collectie die is gevonden in Corpus Christi College in Oxford, waarmee wij sindsdien ook nauw samenwerken. En dat was een werkelijk unieke collectie kaarten, onder andere van de wereldberoemde Nederlandse cartograaf uit de 17e eeuw, Johan Blauw. En dit is een van de zeer weinige kaarten die door hem zelf is getekend en ingekleurd. En ja, dat is heel bijzonder, niet alleen omdat hij natuurlijk zo beroemd was, maar ook het niveau van de cartografie van hem was werkelijk fenomenaal. De manier waarop China in dit geval is weergegeven is beter dan de Chinezen dat op dat moment zelf deden. De bibliotheek is voor iedere bezoeker toegankelijk. Dit geldt helaas niet voor de depots, waar nog veel meer schatten liggen opgeslagen. Nou, we lopen nu de schatkamer van het museum in, het depot, waarin wij al onze voorwerpen bewaren.
Dit is natuurlijk een ruimte waar normaal gesproken eigenlijk bijna niemand komt. Er zijn maar een paar mensen die hier in het depot aanwezig mogen zijn. Kom je mee? Hier in het depot zijn de omstandigheden echt heel speciaal. Het is hier altijd 18 graden en de relatieve luchtvochtigheid ongeveer 55%. Op die manier kunnen we garanderen dat onze collectie voor altijd heel goed bewaard blijft. We verzamelen hier en bewaren hier niet alleen de scheepsmodellen, maar natuurlijk ook onze schilderijen, onze prenten, onze tekeningen en natuurlijk ook de rijke collectie kunstnijverheid. De multimediale havenpresentatie Mainport Live brengt met beeld, geluid en real-time navigatie het ritme van de Rotterdamse haven terug in de stad. En op het 19e eeuwse museumschip De Buffel, een van de vooraanstaande attracties van het museum, wanen bezoekers zich terug in de tijd dat het stoomschip dienst deed als opleidingsschip van de marine. Ook schoolklassen komen hier graag. Educatie is een belangrijke pijler voor het museum. Educatie is toch wel een van de belangrijkere redenen waarom een museum bestaat. We hebben een collectie, hele mooie voorwerpen. Maar als we die alleen maar achter de schermen zouden hebben in depot, dan heb je daar natuurlijk niks aan. Het is veel leuker om allerlei publieksgroepen te vertellen over wat je in huis hebt. De verhalen achter die voorwerpen. En ook veel leuker om zoiets te doen in een museum met al die bijzondere dingen en omgevingen dan in een klaslokaal. Ik vind het ook best wel een beetje leerzaam, want je kan ook heel veel leren over de geschiedenis en zo. En niet alleen voor basisscholen worden programma's ontwikkeld. Ja, dat is heel uiteenlopend. We hebben de maritieme cursus, dat is echt voor fijnproevers. We hebben dus volwassen mensen, maar we hebben ook de Museum Jeugd Universiteit. En dat is echt voor hele slimme kinderen die het leuk vinden om een uur lang te luisteren naar een conservator. Dus echt een lezing aanhoren over moeilijke onderwerpen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk voor schooleducatieprogramma voor kleuters, voor eigenlijk elke groep, 9 programma's voor het basisonderwijs en 9 programma's voor het voortgezet onderwijs. Soms aardrijkskunde, soms geschiedenis, maar altijd maritiem. En eigenlijk proberen we elke doelgroep wel te bedienen met een eigen programma. Ik ben hier met de eerstejaars studenten. Wij hebben het vak De Kaart en zij worden opgeleid tot aardrijkskundeleraar. Dus wij hebben de kaart, de tentoonstelling Mercator, 500 jaar Mercator, nu bekeken. Ja, het is wel een belangrijk onderdeel in onze vakdidactische opbouw, zeg maar, dit museum. Ze hebben net de opdrachten ook gemaakt die ze voor de middelbare scholieren gemaakt zijn hier. En over de wereldbom met het touwtje en zo, dat is voor leerlingen van de middelbare school gewoon essentieel dat ze in de praktijk iets kunnen doen. Anders dan snappen ze het gewoon niet. En dat moeten onze studenten natuurlijk ook dus weten. Uit een boek leren, dat is natuurlijk lang niet zo goed als praktijk gestuurd, zeg maar. Al generaties lang toont het Maritiem Museum zijn bezoekers de imposante maritieme geschiedenis van Nederland. Met daarin een bijzondere positie voor de wereldhaven Rotterdam. En neemt de bezoeker, jong en oud, ook mee naar de actualiteit en toekomst van deze boeiende maritieme wereld. Ja, de toekomst van musea in Nederland, dat is een groot vraagteken voor velen, maar niet voor ons. Ik denk dat wij als een van de oudste maritieme musea in de wereld, en met een financier als de gemeente Rotterdam, die ons al sinds 1881 steunt, niet zo benauwd hoeven te zijn voor de toekomst. De maritieme wereld is zo van enorm belang voor iedereen in Nederland, in de wereld. Maritiem Nederland is een begrip op zich, dat wij die toekomst met vertrouwen tegemoet zien. En dat komt ook omdat we in al die jaren gesteund zijn, zowel door de gemeente Rotterdam als door vele particulieren en bedrijven, die gezorgd hebben dat wij een collectie kregen die nu tot de top van de wereld behoort. Daar kunnen wij met vertrouwen naar uitzien.